lekker aan ruiken af en toe. Ja. Edson, wat is voor jou vrijheid? Want jij gaat ook zo'n college geven. Ja, zeker. Maar heel anders, denk ik weer. Ja, ja, het is wel heel anders. Maar ik vind dit wel echt heel mooi. Omdat hij onttrekt zich aan het systeem. Dus dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ja, niet conformeren. Ja, en ja, voor mij betekent vrijheid dat je niet constant moet overleven. Dus niet constant hoeven overleven. Ik heb een hele lange periode van mijn leven moeten overleven. Omdat ik diep in de schulden zat. En ja, ik heb. Hoe oud was je toen? Ik was toen. Ik ging dus ook van school af. Ik wilde muziek gaan maken. En dat vond mijn familie niet zo heel leuk. Niet goed. Maar ik ben het toch gaan doen. En daaruit, we hadden een manager die kon zijn fikken niet van het geld afhalen. Klassiek verhaal. We zijn genaaid en uiteindelijk in de schulden gekomen. Dus ik heb heel lang. Eigenlijk in een roes doorgebracht, omdat ik de hele tijd aan het overleven was. Dus ik dacht eigenlijk de hele dag van. Altijd geld zorgen? Altijd geld zorgen. Ik dacht van, oké, er komt gewoon een tijd dat ik geen onderdak meer heb en dat ik misschien geen eten meer heb, omdat ik ook in het systeem leef waar dat gewoon. Ik wilde dat, ik wil onderdak. Ik was niet zo'n gast uit de waarde. Maar het was voor mij eigenlijk constant overleven. En dan leef je eigenlijk in een roes van angst en stress. En dat is niet de manier. Ik heb ook heel lang les gegeven op een mbo. Je bent op een gegeven moment zelfs ook in een depressie geraakt hierdoor. Wat ik me heel goed kan voorstellen, want het duurde echt jaren. Hè? Ik heb 10 jaar in de schulden gezeten. Jeetje. Waarvan 6 jaar slapend eigenlijk. Omdat ik ging dag in dag uit. Rookte ik jointjes. Probeerde ik mezelf te verdoven. Beetje te verdoven, ja. Ja, en opende ik mijn post niet. Dat ging eigenlijk 6 jaar zo door. Jeetje, en, man. En wat werd het omslagpunt? Nou, ik gaf dus les op een mbo en daar werkte iemand in het team, een collega van mij. En die zei van, hey Ed, ik weet niet wat het met jou is, maar ik geloof het niet. Dat masker wat je op hebt, ik was altijd heel jovel. Hey jongens, hoe gaat het? Ja, lekker. Maar zij zag wel van, hey, hier klopt iets niet. Je speelde een rol. Ja, en toen barstte ik eigenlijk in huilen uit. En toen heb ik voor het eerst in 6 jaar vertelde ik toen aan iemand wat het geval met mij was. Dus dat ik diep in de shit zat. En vanaf dat punt had ik eigenlijk. Ik had nog geen cent betaald, maar voelde ik me al vrijer. Want in die 6 jaar had ik eigenlijk voor mezelf al een kooi gebouwd. Door thuis te zitten, geïsoleerd te raken. Want je denkt, ik kan niet meekomen met niemand. Ik kan niet gaan drinken, want als het rondje bij mij komt, kan ik het niet betalen. Ja. Dus ik was Je speelde toneel. En, ja. Hoe heette zij? Marjolein Sanders. Kijk even. Hey Edson, geweldig man dat jij een van de sprekers bent van de vrijheidscolleges dit jaar. Dat is je helemaal op het lijf geschreven wat mij betreft. Als ik aan jou denk en aan vrijheid, dan denk ik aan de moed en het vertrouwen waarmee jij destijds jouw vrijheid bent gaan vormgeven. Door open te zijn, door te delen, door het heft in handen te nemen. En de keuzes die je bent gaan maken. Keuzes uit het hart. Keuzes om bij jezelf te blijven. En dat vind ik geweldig en heel inspirerend. Veel plezier met de activiteiten rondom 5 mei. En ik hoop nog heel lang van je te kunnen genieten op de beeldbuis of de theaterplank. Liefs, doeg! Wauw. Wauw, hier hebben jullie me echt te pakken, man. Wauw. Jij ontvoert mij weer. Wat raak je het meest? Kijk, weet je wat het is? Er zijn heel veel mensen die in die situatie zitten zoals ik. En daarom doe ik deze vrijheidscolleges ook. Je voelt je zo alleen en ik kan je niet uitleggen hoe. En als iemand dat bubbeltje zo doorprikt zoals zij heeft gedaan, dan dat was de bevrijding voor jou? Dat was echt de bevrijding voor mij. Dat wilde ik eigenlijk net ook zeggen, weet je. Je hebt nog geen cent betaald, maar mentaal zijn er weer mogelijkheden. Alles wat je in je hoofd hebt, gaat nu uit je mond. En je kan het bij iemand neerleggen en die wil ook dat je het vertelt. En dan voel je je zo verlicht. En dan eigenlijk, want je hebt je hoofd helemaal opgestapeld met problemen. En als je het kan vertellen, je problemen, dan gaat het eruit. En dan op een gegeven moment klaart het op. En dan zijn oplossingen ook weer zichtbaar. En dat heeft zij voor mij betekend. En nog heel veel mensen. Want vaak denken we, als je in zo'n situatie zit van, ik wil niemand tot last zijn, maar dat is ook vrijheid, weet je. Er zijn heel veel mensen die heel veel voldoening halen uit iemand anders helpen. En dat moeten we gewoon beseffen. Dus steek die hand uit, want er zijn mensen die hem gaan aanpakken. Want is dat